Hoi allemaal, vandaag heb ik een video voor jullie waarin ik de nieuwe Remington Perfect Waves tang laat zien. En dit is de doos. Hij is vrij nieuw en hij maakt dan perfecte beach waves, dus echt zo'n slag in je haren. En ik ga hem hier liggen en al in een stopcontact gedaan, zo ziet de tang eruit. Het lijkt meer, het doet mij heel erg denken aan de wafeltang van vroeger. Alleen geeft deze natuurlijk een ander effect. Maar ja, ik heb vroeger ook zo'n wafeltang gehad. Ja, wie niet. Hier zit een wieltje. Daar kun je de temperatuur op instellen tussen de 150 en de 210 graden. Nou, ik zet hem daar ergens tussenin. En hij wordt vrij snel warm, want ik had hem dus al in het stopcontact gedaan. Ik heb hem nog niet geprobeerd. Ja, één keer gisteren ingeknepen, maar dat was het. Dus ik ga hem samen met jullie uittesten. Ik ben echt heel benieuwd. Ik ben wat dat betreft... niet zo'n hele erg helpt normaal gesproken met krullen maken. En het is natuurlijk belangrijk dat je je haar beschermt tegen de hitte. Daarvoor gebruik ik André Lon met de Pink Collection Make It Shine Spray. Dit is een heat protectie. En die spuit ik even in mijn haren. Zo. Dan doe ik het bovenste gedeelte van mijn haren. Zet ik vast. Maar het ziet er ook zo niet uit. Ik heb echt verder weinig aan mijn haar gedaan. Eigenlijk niks. Zo. De borstel die ik trouwens altijd van mijn haar gebruik is de Tangle Teaser. En echt heel erg fijn. Lijkt met een paardenborstel. Maar dat is het dus niet. Zo, nou. Ik hoop dat het gaat lukken. Ik ben echt heel benieuwd. Zoals ik al zeg, ik ben niet zo'n held normaal gesproken met krullen maken. Dus ja, ik pak maar een pluk en dan begin ik maar gewoon. Je kunt natuurlijk vanaf beneden gaan of vanaf boven. En ik denk dat ik beneden begin. Nou, je doet er dus een pluk haar tussen. Goed stevig knijpen. En onder zou ik het inderdaad niet zo lang vasthouden als boven. Omdat de onderkant van je haar natuurlijk altijd, ja, de punten zijn natuurlijk altijd zwakker. Nou, de eerste krulslag zit erin. Nou, kijk, is al een pluk niet goed. Echt iets voor mij. Het schijnt dat je het hier heel snel je haren mee klaar hebt. Moet ik even kijken welke temperatuur goed bij je haar past. Ik zal hem nooit meteen helemaal voluit zetten. Nou, dat was zoals je kunt zien al één pluk. Kijk, deze hiervoor. Het is eigenlijk heel simpel, easy. Kind doet de was, zullen we maar zeggen. Deze tangen die, zijn uiteraard keramische platen, dus dat geeft je haar natuurlijk meteen mooi glans. En, nou. Ze zijn te koop, onder andere bij Kijkshop, Douglas, daar is die geloof ik momenteel wel uitverkocht. Mediamarkt, waar kun je nog meer kopen? Volgens mij bij Neckerman, Weekamp. Dat soort zaken. En hij kost 44,95. En op zich, als je natuurlijk ja, vrij snel leuke krulletjes of slagen kunt creëren, is dat natuurlijk, vind ik het niet heel duur hoor. Ik vind het sowieso makkelijker werken dan een krultang. Ik hoop dat jullie het zo wel een beetje goed kunnen zien. Dan komt, ik heb het snoer in de stopcontact en dat is niet langer, dus ik kan hem ook niet zeg maar hier naartoe trekken. Nou, heb ik al een stukje gedaan. Dan ben ik inmiddels aan deze kant van mijn haren. En hoe harder je ook knijpt, of hoe langer je het vasthoudt, hoe meer dat de slag er natuurlijk in komt. Logisch ook.
Het is echt heel makkelijk. Krullen maken was nog nooit zo makkelijk, vond ik echt. Dit zouden mijn kinderen zo nog wel kunnen doen. Ik vind het tot nu toe ook wel een, moet ik zeggen, echt een heel leuk effect geven. Ik heb van mezelf vrij stijl haar. Ik loop eigenlijk altijd met stijl haar. Ik heb niet zo heel vaak krullen. En vaak vind ik het ook niet dat het me staat of zo. Nou, natuurlijk de rest ook. Anders valt hij dadelijk zo kapot. De rest van mijn haren doen. Ik zal er wat mij betreft wel een wat langer snoer eraan mogen doen. Dat vind ik toch wel weer jammer. Kijk, ik knijp hem gewoon zo dicht. Even vasthouden aan. Ja, ik zou de temperatuur dus, wat ik al zei, niet meteen voluit zetten. Ligt ook een beetje aan je haar. Als je heel dun en fijn haar hebt of heel beschadigd haar, dan zou ik hem echt laag zetten om te kijken. Wat hij dan doet, want je wilt natuurlijk niet zo eindigen als dat meisje wat een tijdje geleden op YouTube stond, want die pluk haar eraf. Dat lijkt me echt zo erg. Dat je die tang uit je haren haalt en dat er dan zo'n pluk aan blijft hangen. Dat is toch echt een nachtmerrie, denk ik. Het maakt eigenlijk ook niet uit of je van boven naar beneden werkt, vind ik, of van beneden naar boven. Zo, ik ben nu bij de laatste plukken beland. Het is ook helemaal niet, ja, qua tijd. Ik ben denk ik nu zo'n 10 minuutjes bezig en ik twijfel of ik de pony nou ook moet doen. Ik heb eerst altijd een pony zo gehad en laatst een lok zo. En nu dacht ik, laat ik het in een middenscheiding doen omdat hij wat langer wordt. Maar zal ik het erbij krullen? Ik doe het gewoon. Misschien ziet het er niet uit. Weten jullie hoe het komt? Jawel, dat is wel beter, denk ik. Dus krijg je niet echt in geheel. Kijk, maar wat ik al zeg, die pony is niet zo heel erg lang. Uitkijken dat ik natuurlijk mijn hoofd niet verbrand. Oh, het is wel heet nou weer. Dat met die tang gezeten heb. Het fijne van deze tang is dat die, ik dacht na 30 of 60 seconden, ik kan even op de doos kijken, dan schakelt hij automatisch uit als je niet gebruikt. Hij warmt dus een 30 seconden op, oh, na 60 minuten schakelt hij automatisch uit. Dus mocht je hem vergeten uit te zetten, dan ja, schakelt hij automatisch uit. Ik vind het wel een heel leuk, echt een ja, leuk spelendingetje voor je haren. Ik heb geen idee hoe die achterkant er nou uitziet en of ik alles gehad heb. Ik zal zo even een rondje draaien. Dan maak ik het eerst zelf even in de spiegel. Om te kijken natuurlijk hoe het eruit ziet. Maar ik vind het wel eens een keer wat anders dit. Het lijkt wel een beetje... Je krijgt er wel wat meer volume door. Ja, ik vind het wel leuk eigenlijk. Ik zal even een rondje draaien. Maar wat ik al zeg, ik heb niet aan de achterkant gekeken. Dus ik heb geen idee hoe het er aan de achterkant uitziet. Goed, ik draai even een rondje. Ik hoop dat jullie het zo goed kunnen zien. Nou, je haar gaat er ook echt, ja, toch wel van glanzen. Het zal door de keramische platen komen. Het is misschien wel handig om het even af te maken met een, ja, ook weer met dezelfde spray van André Lam met de Pink Collection. Geef meteen ook een glansje en hopelijk blijft het dan ook wat langer zitten. Ik heb echt het gevoel dat ik big hair heb. Valt natuurlijk ook al mee, maar ja, ik ben er wel blij mee eigenlijk. Het ziet er heel anders uit, echt heel erg leuk. Deze tangen die zijn dus, wat ik al zei, overal te koop. Ze lopen op dit moment vrij hard, dus ze zullen op bepaalde plekken momenteel uitverkocht zijn, wat ik heb gezien. En wat ook nog wel fijn is, ik ga even de stekker eruit halen. Dan kan ik het jullie laten zien. Wat fijn is, is dit ronddraaiende snoer. Dus, ja, het enige nadeel
kleine nadeel, hele klein nadeel, vind ik dat ze de snoer alles een metertje langer mogen maken op mij betreft. Maar verder staan al haren van mij aan. Oh, wauw. Verder vind ik hem, ja, ik vind het echt een leuk ding hoor. Ik ben er echt heel erg blij mee. Dus, nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Mocht je nog vragen hebben over iets dergelijks, stel ze gerust. En hopelijk tot snel. Doei doei!